van de boef. Il s'en est fallu de peu pour qu'Émile de Bouc finisse sur une guillotine pour payer pour des crimes qu'il n'avait pas commis. Il s'en est fallu de peu, ça oui, hein. L'incroyable machination a pu être déjouée grâce au courage d'une femme incroyable, Marlène Leroy. Incroyable. C'est gentil ce qu'elle écrit sur moi, Alice. Ils l'ont reprise au journal, alors. Pourquoi? Si je suis une femme incroyable, vous me reprenez? Si c'est écrit dans le journal. Oui? C'est pour toi, Marlène. C'est cadeau. Alice. La parfaite panoplie pour trouver un mari. Pour aller au bureau, ça sera pas mal non plus. Peter. Mag ik misschien toch ook een beetje lublees? Ja. Ik ga nou dat moeder lopen staan. Vijf tot minuut nog een. Ja, nog lang, tot dat gaar is natuurlijk. Ja. De couscous moet er gewoon eigenlijk in het midden van bot leggen. Hallo. Sommige mannen hebben een klein beetje hulp nodig. Ik heb met hem zo afgesproken, we gaan de klus dragen. Als hij mijn hand druk heeft, dan ben ik er zelf ook bij. Nee, dankjewel dat je het binnen had gedaan. Je zei dat er nog veel moest gebeuren. Zo. Wat moet er allemaal gebeuren? Daar zie je. De keuken. Ja. Badkamer. Dat is eigenlijk het grootste probleem. Hè? Ik kan je voorstellen dat het veilig af is. Nee. Zou het gewoon kick zijn of niet? Ja. Ja, dat snap ik ook wel. Ga ik naast hem staan? Hier gaat het om. Jullie zijn met z'n tweeën. Jullie zijn maar met z'n tweeën. Jullie moeten het met z'n tweeën over. Nee, dat zijn nog drie. Nee, weet ik, maar die drie hebben jullie nodig. Linksom of rechtsom. Toch? Ja. Daarom hoop ik, en dan is het belangrijk dat ik tussen jullie nog steeds goed zit. Ik ben hier niet gekomen om een lichtgezien te geven. Of een rust. Daarvoor ben ik hier niet. Maar goed, we kunnen gaan beginnen. Daar ben ik blij. Femke, dankjewel. Nou, respect voor je hetzelfde opzicht. Echt waar. Ik ga niet terug aan. Ik ga je collega's aan. Een commotie, maar goed, de weg is vrij, hulp is onderweg, nu kan er niks meer misgaan. Ja, we moesten nog eens even een operatie, maar medisch om. Zeg, nou, dit had ik niet verwacht. Dus een laatje eigenlijk. 2200. Ja, dat wil je wel eens van plan. Maar die ga ik er wel voor, hè? Want om de wetenschap te winnen, dan tegenwerken om die wetenschap te winnen. Dat is zin in, hè? Luister eens, ik kan dat niet met mijn twee eigen handen doen. Ik Kom man. Zie je dat niemand zonder de wastafel of zo? Omdat je dit zo hebt? Ja.
familie over kaarsnaast. Ja? Dat meubel en daar is iets lager kaarsnaast. En daarom wat zou ik denk daarom dat we... Maar gaan we het schuldig nog even? Ja, dat is het. Vanmiddag komt er een stukje door. Dus dan is het handigste als er... Als we in de wand moeten, dan in de wand zit al de wand zitten. Nadat de klussers onder het genot van een kop koffie met Mees de planning hebben doorgenomen, gaan ze eindelijk aan de slag. Ondertussen gaat John een nieuwe badkamer uitzoeken. Femke wil graag dat haar kinderen in bad kunnen en normaal kunnen douchen. De bedoeling is dan ook om in 4 dagen tijd een compleet nieuwe... Wanneer wou je die keuken eruit, man? We hebben voor in je huis nog alles nog even gestaan. Ja, dan wil je door. Ja, dan ga ik nog in je huis. Dan kan ik een deel hier langs. Eens kijken, de meiden hebben mijn boek kapot gevreten. Wie denk jij dat je doet? Ik doe het. Ik kan douchen. Kan ik maar. Ja, natuurlijk. Dan komt die voor ook. Ja, nee, die wil. Dan komt die voor ook gewoon. Het is niet af. We zijn nu klaar in donderdag. Hij zegt tegen mij dat het niet af is. Er komt 100 PVC-vloertje in. De zou wordt overgetrokken. Er komt geen vloertje in die daar klaar ligt. Naar mijn smaak. Dat hebben we zelf aangeschaft. Ik moet niet zeggen. Het schiet niet naar de smaak. Het is wel naar mijn smaak. Het is mijn eigen tegel. Wat is het probleem? Die tegel komt er toch niet meer in? Ja, dat is het. Dat heb ik toch een maandag al gezegd. Dat krijg je niet klaar. Het komt pas. Je hebt een boskamer af. Niet naar jouw smaak. Ik hoor echt wel wat je zegt. Zorg dat we binnen gaan. Ik wil niet eens een verhaal horen. Zonder dat ik iemand beschuldig van wat van mij. En dat wil ik niet. Nee, want jij zuster toch wel. Ja, maar joh. Ja, joh. Dat is gebleven. En die jongen. Kom door, joh. Goedemorgen. Kom eens even naar elkaar. Ik heb gehoord dat de badkamer niet af is. Een van jullie heeft dat gezegd. Niet op de manier van meestal. Dus niet alleen één keer. Dus ook degene die dit veroorzaakt heeft. Femke, die gelooft het wel. Ja, nou, zelfs op aarde een prik op de neus krijgen dan. Ja, maar dat weet je morgen, weet je gauw niet. En dan weten wij of wij opleiding hebben gehad. Meneer, de negel is aangepakt. Laat het gaan, joh. Ja, ik wil het verhaal voor het formaat. Juist. Een nieuwe vriendin van mij. Die wil paarden kopen, maar ik zei een gotlandpony en een drakenpaard. Die heeft de drakenpaard gekocht, maar drakenpaard kost zo duur dat ze geen starcoins meer heeft. Dus nu ga ik zogezegd longeren met het paard Blue. Kijk. De missie is voor vandaag gedaan, dus hopelijk vonden jullie het leuk. En doei! Wacht hoor, ik ga doei zeggen.